Ja, jongens, première. Hoe is het gegaan vanavond? Wat was wel een hete voorstelling? Letterlijk en figuurlijk. Zie je het zweet op mijn voorhoofd? Ja. Nou, het is ook van het heel hard werken, maar vooral van die hitte. Maar het ging heel goed. Ja, het ging goed. We zijn... Ik ben blij. Ik ben ook blij. Ja. We hadden de smaak en de temperatuur van onze voorstelling wel goed. De temperatuur in de zaal was iets minder, maar de temperatuur van de voorstelling was goed. Maar er werd ook voor verkoeling gezorgd volgens mij. Ja, flesjes water en ventilatoren, maar dat gaat... En waaiers. En waaiers, vooral waaiers. Ja. Maar, Heel speciaal verhaal voor jullie denk ik, en Prosecco inderdaad. Heel speciaal verhaal, alles gezongen. Vermoeiend of is het gewoon lekker om te doen? Ik vind het wel lekker om te doen. Soms is het juist moeilijker als je een show hebt waarbij je hele heftige nummers hebt en dan even lang niks. Want dan moet je iedere keer opnieuw opstarten. En hier ga je gewoon lekker in de flow door bij zo'n songcycle. Is eigenlijk heel fijn. En een mooi vervolg op Voor Je Het Weet? Ja, vind ik wel. Ja, ik vind dat het wel in dezelfde lijn ligt, maar toch net even anders is. En dat is goed. Ja. En de koppers vanaf en nu nog spelen. En spelen tot wanneer? 12 juli. Ja. Dan al stoppen? Ja, helaas. Yeah. Ja, we willen graag door, maar het is voor nu voor een korte periode heel goed. En daarna gaan we weer verder. Verder, dat betekent? Nieuwe stukken, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar wat, dat gaan we nog niet zeggen. En dan lekker de zomer even genieten of meteen weer aan de slag tussendoor? Ja, ik ga meteen weer aan de slag. Ik weet niet wat de rest gaat doen. Ja. Ja. Dus ja. Iedereen weer zijn eigen projectjes. Ja. Even een maandje vrij. Even een maandje niks. Hij wel. Ja, ik ben er wel naartoe. En tot die tijd nog even lekker spelen. Tot die tijd lekker spelen. Heerlijk. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier en dankjewel. Dankjewel. Jij dankjewel.